Heel goedemorgen allemaal, van harte welkom bij de Markets Update van BNP Paribas. Beleggers krabben zich nog maar eens even achter de oren. Nieuwe importheffingen van de VS richting Europa en een neerwaartse bijstelling van de groeiramingen door het IMF. Dat allemaal net voor de start van het cijferseizoen. De Dow Jones, S&P en Nasdaq leverden rond de 0,6% in. Bij de bedrijven wil Uber voor 10 miljard aandelen gaan uitgeven en dat zou het hele bedrijf waarderen op 100 miljard. In Azië lagen de markten om dezelfde redenen wat onder druk. Alleen de Kospi-index in Zuid-Korea wist de dans te ontspringen dankzij chipbakker Hynix. In Amsterdam duiden de futures op een iets hogere opening en stijgt de spanning voor het Champions League duel vanavond. Takeaway.com start het cijferseizoen en laat een forse groei van 51% aan orders zien. Vooral in Duitsland, maar ook Portugal, Frankrijk, Israël en Oostenrijk deden het uitstekend. ABN AMRO zat gisteren in de lift na een analistenrapport dat een positief scenario schetste voor het samengaan van de bank met de Volksbank. En dat zou een hoop synergie leveren. De macroagenda vandaag is overvol met het rentebesluit en speech van de ECB, inflatiecijfers uit de VS, groothandelsvoorraden en olievoorraden. Na beurs komt de Federal Reserve Bank met de notulen van haar meeting. Bij de analisten zet Barclays een sell op Unilever. Koopaanbevelingen zijn er voor onder andere Koninklijke Olie, Apple en Facebook. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas. Thank you.